Het hindoeïsme kent verschillende stromingen. Hier in Nederland is de Arya Samaj de tweede grootste stroming. De oprichter van deze stroming is Swami Dayanand Saraswati. Swami Dayanand is geboren op 11 februari 1824 als Mool Shankar Tiwari. Zijn vader was een Brahmaanse geleerde, vandaar dat hij op jonge leeftijd al bekend was met de Vedische cultuur. Op een avond in de tempel tijdens de viering van Mahashivaratri, dat is de grote nacht van Shiva, vielen alle priesters in slaap. Mool Shankar's aandacht werd getrokken door ratten die op het altaar van Shiva klommen en de zoete spijzen aten. Mool Shankar begreep niet waarom God niets deed tegen de ratten. Shiva is zo machtig. Is dit beeld wel God? Vroeg hij zichzelf af. Deze gedachten hielden hem lange tijd bezig en zijn godsbeleving veranderde. En hij keerde zich tegen de beeldenverering. In de tijd dat Dayanand opgroeide, was India constant in verandering. Eerst heersten de Mogels en daarna heersten de Engelsen in India. Onder het bewind van de overheersers vergaten de mensen de oude Vedische tradities. Talrijke, mensonvriendelijke gewoontes hielden de Indiërs in hun greep. Om de bevolking te controleren werden er klassen en standen ingedeeld. Groepen mensen werden zo tegen elkaar uitgespeeld. De ene groep onderdrukte de andere. Andere groepen mochten weer niet naar school of mochten niet meedoen aan de maatschappij. Onder hen waren veel vrouwen. Dayanand was het hier niet mee eens en ging de strijd aan. Tijdens lezingen riep hij mensen op kritisch te kijken naar hun leefsituatie en zich niet neer te leggen bij de wil van anderen. Hij vindt dat elk mens recht heeft op onderwijs en een menswaardig bestaan. Omdat onwetendheid een bron is van ruzie en ellende, pleitte hij voor onderwijs in de Vedische leer voor iedereen. Om dit te bereiken herschreef hij de Veda's in begrijpelijk Hindi. En zo ontstond de Satyat Prakash, het bekende boek van Swami Dayanand. Swami Dayanand was van plan om in India een sociale, maatschappelijke en een politieke omwenteling te brengen. Een nieuwe samenleving gebaseerd op Vedische principes en onderlinge gelijkwaardigheid. Om dit idee te bereiken richtte hij in 1874 in Bombay de Arya Samaj beweging op. Dat betekent een vereniging van nobele mensen. Doel van deze hervormingsbeweging was om een grote vereniging van alle wereldburgers te creëren. Goede gedachten, goede woorden, goede daden, vergevingsgezind zijn is een goed voorbeeld voor de medemens. En Dayanand is een groot voorbeeld hiervan. Hij vergaf de man die vergif in zijn eten stopte. Ook gaf de Swami hem geld om te vluchten. En op 30 oktober 1883, de dag van Diwali, overleed Swami Dayanand op 59-jarige leeftijd. De Arya Samaj-stroming is nu nog steeds bekend en heeft over de hele wereld volgers. In Nederland is het de tweede grootste hindoe-stroming. Nog steeds staat de Arya Samaj voor de principes waar Swami Dayanand voor streed. Voor meer informatie over de Arya Samaj en de principes daarvan, lees je op de website.